Britse eilanden al jarenlang verreweg de beste is. Negenvoudig Britse kampioene Jenna McCorkle. Noord-Ierse werd eerste in de kwalificaties en mag dus hier starten in het hoofdtoernooi, laten we het zomaar omschrijven. Heeft een beste seizoensscore van 45 staan. Wil je serieus meedoen, moet je daar wel bij in de buurt gaan komen om in ieder geval door te gaan. Op het goed, dubbel Axel. Sprongcombinatie, drievoudige loots, hangen en wurgen met een dubbel toe loop eraan vast. Sprong uit passen, drievoudige toloop. Dat is de vraag of die helemaal de rotatie had. Weer die passes hier een heel stuk gaat op één voet. Dat doen ze om een hoger level te krijgen, dus een hogere basiswaarde van het technisch panel. Het technisch panel bepaalt dus welke elementen worden uitgevoerd en op wat voor niveau. De jury geeft vervolgens punten voor de uitvoering van die elementen en voor het programma als geheel. Nou, mevrouw Van der Perre heeft het goed gedaan vandaag. Ze is natuurlijk getrouwd met Kevin Van der Perre, onze schaatsende zuiderbuur. Die dit toernooi zijn carrière gaat afsluiten. Dat hij het nu echt gaat afsluiten, want dat zegt hij natuurlijk al heel lang. Maar nu is het echt ten einde voor Kevin. Maar Jenna heeft het dus ook goed gedaan. Kleine wankeling bij de drievoudige loots. Ja, ze woont ook in België bij haar man. Het is inmiddels 7 jaar geleden dat ze naar Ninove is verhuisd. Niet helemaal direct op het netvlies staan waar dat precies is in België. Reed overigens een heel matig Europees kampioenschap. Het slechtste Europees kampioenschap ooit. Werd daar 18e. Dat is ver beneden haar stand. Lijkt zich hier met een goede korte kuur in ieder geval wat te herpakken dan. Werd dan namelijk in het verleden alles 8e bij een Europees kampioenschap. Hij stond ook al eens in de top 15 van de wereld bij een WK. Kan dus best wel wat. Ja, en als ik deze muziek hoor, dan moet ik automatisch denken aan onze Nederlandse paar Rachel en Dimitri Epstein, die ook deze muziek gebruiken. Die kuur heb ik dit seizoen heel erg vaak gezien. Het is leuke muziek en ze heeft het ook goed gedaan daarop. Mooie dubbel axel. Daar die drievoudige loets had ze een diepe landing, maar ze bleef wel staan.
Geen Nederlanders aan de start op dit wereldkampioenschap overigens. Manouk Gijsman die wist zich niet te kwalificeren bij de laatste 24 van het EK. Kreeg toen nog een kans om bij de Challenge Cup in Den Haag 120 punten te schaatsen. Maar dat redden ze niet, bleef steken op 113. En dat was gewoon niet genoeg om haar naar het WK uit te sturen. De Epsteins die zijn nog junior. Misschien dat we ze volgend jaar op een EK of een WK ook mogen bewonderen. Nou, het zou mooi zijn als Nederland weer eens wat talent gaat krijgen. Als we de boel daar op orde krijgen. Overigens wel een Belgische aan de start. Isabelle Piemann is gestart. Even kijken waar zij staat. Ze staat nog heel behoorlijk op dit moment. Ja, waarschijnlijk zal ze de finale niet halen. 50,42, laten we dit ook even niet vergeten. McCorkle wel. Dat is een mooie score. Verreweg de beste seizoensscore voor Jenna McCorkle.